Op dit moment hoor je naar een microfoon. Welke denk je dat is? Is het een 25 euro microfoon of 160 euro microfoon? Laat een comment achter hier in de comment section hier beneden wat je denkt dat het is. Oké, dus dit is niet misschien een hele wetenschappelijke test. Maar dit is een beetje om jullie een beeld te geven wat een verschil kan brengen van een 25 euro microfoon tegenover een 160 euro microfoon. Op dit moment hoor je mij dus op de Rode VideoMic Pro. Deze kost 160 euro. En laten we je nu een beetje een beeld geven hoe het klinkt op een 25 euro microfoon, deze hier op mijn borst. Bots, nu zijn we op de 25 euro microfoon. Wat een verschil is het. Misschien hoor je wat achtergrondgeluiden hier ook naast me. Ik heb het raam gewoon open, ik record met het raam open. Dude, wat een fijn. Je hoort het gewoon bijna eigenlijk niet zo heel erg meer, of wel? Nu gaan we naar de videomic. Holy shit, wat klink je allemaal? Wat zit er allemaal op de achtergrond? En nu baf naar deze microfoon en je hoort het gewoon bijna niet meer. Of wel? Ik weet het, ik moet ook natuurlijk achteraf horen. Er is nu echt een afvalwagen hier heel dichtbij. Je hoort het nu heel goed trouwens. Ze is er heel dichtbij. Dus nu naar de VideoMic Pro. Hoe klinkt het nu? VideoMic Pro, 160 euro. 25 euro, hoor je nu? Hoe klinkt het verschil tussen het achtergrondgeluid? En dat vind ik zo fantastisch aan dit ding. Achtergrondgeluid hoor jij niet eigenlijk zoveel als met die shotgun microfoon. Nou, natuurlijk zullen gebruiksscenario's absoluut veranderen. Ik bedoel, dit is niet zo handig om mee te vloggen. Ik bedoel, zie je jezelf al met zo'n kabeltje eraan zitten, heel de tijd weer te bungelen en je wil met iemand anders een stem opnemen die naast je komt staan, is misschien niet heel handig. En dat kan wel dus met een shotgun microfoon zoals de Rode VideoMic Pro. Dat betreft, het zijn misschien grote prijsverschillen en je krijgt heel veel kwaliteit uit zo'n 25 euro microfoon, maar gebruiksscenario's blijven altijd anders. Dat betreft is het wel misschien een heel oneerlijke test, maar ik wil je wel een beetje een gevoel geven van wat een verschil dit kan brengen. Want zelf dacht ik altijd toen ik YouTube wou beginnen, net zoals met dit, heb ik deze microfoon gekocht voor 160 euro. Terwijl ik letterlijk dit microfoontje altijd al had kunnen gebruiken voor maar 25 euro. Ik heb ook nog zo'n windkap besteld voor dat klote ding voor 30 euro. Dus totaal heeft het me 190 euro gekost, terwijl dit ding nog steeds 25 euro was. Ik heb dus goed mijn geld verspild aan deze kutzooi. Terwijl ik deze gewoon prima had kunnen gebruiken. Goddomme. Pier. Dus als jullie ook willen weten wat voor microfoon dit trouwens is, dit is de Boya M1. Een linkje staat in de beschrijving. Ik ga binnenkort hier gewoon een uitgebreide review over maken. Hoe je dit allemaal opzet en hoe je ermee werkt en wat de beste praktijken zijn om gewoon zeg maar zo goed mogelijk geluid hieruit te halen. Zelf is dit ook compleet nieuw voor mij, dus ik moet nog mijn research doen. Maar jullie kunnen dan hier een linkje rechtsbovenin vinden als hij uiteindelijk online staat. Dan kun je hem bekijken en kun je zien hoe goed die daadwerkelijk is en hoe handig het is. Voor de rest heb ik eigenlijk niet zoveel meer te melden. Het is gewoon een beetje de test tussen de twee. Om jullie een beetje een beeld te geven van hoe het verschil kan wezen. Dat je niet per se honderden euro's hoeft te spenderen aan een microfoon. Maar dat je gewoon letterlijk 25 euro uit je portemonnee kan halen. Iedereen kan dat. En dan kun je gewoon hartstikke goede kwaliteit audio opnemen. Wat gewoon fantastisch is. Had ik dat nou maar eerder geweten. Ik vind echt shit. Had ik dit nou maar eerder geweten. Dankjewel voor het kijken. Abonneer natuurlijk als je meer wil zien. Like de video natuurlijk als je het hartstikke handig en leuk vond. En druk natuurlijk op het belletje als je natuurlijk niks wil missen van mijn kanaal. Van mijn content, van mijn awesome video's. Want niemand wil natuurlijk missen. En als je natuurlijk vragen hebt, laat ze achter in de beschrijving. Of in de comment sectie hier beneden. En ik beantwoord het. Dus jongens, tot de volgende keer. Ciao, ciao.